begint, de tweede dag als de gamer begint, dat je het officiële start bij 2:10. Ja, dat is nu precies 6 uur 's ochtends. Wacht even, ik probeer het even te laten zien buiten. Kijk maar even. Net licht. Ik probeer even licht in te stellen. Ja, zo'n timmerige ding. Zo hé. Het is nu 2:06, bij mij is hij. Ja. Hoe laat? 8 uur. Is hij uitgevallen weer lekker dus. Ik ben te lijn om hem nog te repareren. Zo. Ik ga even voor de stand geven, anders ga ik even een nieuwe manier van video maken. Zonder capture card. Gewoon uit het programma betaald. Ergens heb ik de video gemaakt. Dat ga ik jullie zo meteen zien. Even leg uit. Ik heb het fijn nu uit. Namelijk. Ja, zo. Zie je dit? Deze video hier heb ik gemaakt. Ik kan je laten zien hoe je dat moet doen op PlayStation. Als jullie willen. We zien ook echt wat dat is. Kun je laden. Ja. Ik ben nog echt moe. Ik kom net in mijn bed. Zie je? Intro! Het staat net op mooie. Ja, waarom? Waarom doen jullie zo? Ja, dan was het toch aan. Dat komt best makkelijk. Maar ik had moeite mee. We beginnen een eindscherm. Die waren, dus die competitief genoeg voor het programma gebruikt. Daar heb ik dus via het programma moeten aanpassen, want dat kon wel blijkbaar. Oh wacht. Je laat niet die camera omdraaien. Ik weet niet of jullie het zien hier. Nee, dit is hem niet. Opstaan. Dan ga ik terug. Dat is voor de tijd doe ik zo wel. Ik kan hem ook gaan knippen. Maar dan kan ik ook binnen hier de tekst eruit gaan halen. Het is een video. Kijk, wacht even. Wat is dit? We zijn het niet zo goed. Niet van jullie naar mijn bed. Dat weet ik toevallig. Kijk we deze aan. Ik zie nog niks aan. Ja. Wacht even. Even buiten te schermen. Eén moment, geduld. Had niet mee. Kijk eens de loyaliteit. Maar ja, dat kunnen we ook bekijken. Maar ja, yo mensen. Zie je? Ik dacht al. What the fuck? Kijkers bereiken. Kijk wat er staat. Oh, ik ga daar omhoog. Maar ja, abonneer ook heel veel kanaal. Dat
sorry. Oh wacht, was het niet editor? Nee. Waar deed ik de doeken weer op? Nou, ik ben een beetje zelf aan het zoeken. Geavanceerd. Ik heb sowieso altijd ongepaste reactie is haar beoordelen. Oeige. Misschien op jongeren bekijken ze mooi ook zoiets eruit. Ik kan het maar niet vinden. De basis. We even kijken hoe je het ook weer moet doen. Het ziet er opeens heel raar uit, je doet het tussen staan. Die waarschijnlijk ook weer onzichtbaar zijn gemaakt door Remco. Waarom Jamie, diegene die niet zo in het werk Jamie was bezig met carrière van gaming team. Nou, dan weet je ook weer waarom. Lekker mijn games doen, mijn nieuwe huis, mijn kapotte airco. Ik ging kapot van warmte. Dat er geen zin meer in. Mijn grote tv zat achter de laptop. Oh. Ik reed op een rij. Morgen is het mooi weer. Blijkbaar. Voor sommigen. Je account, je kanaal, dat is allemaal een boodschap. 8 minuten video, kut. Ik ben even aan het vloggen met de dingen. Kanaal aanpassen, kijk of dat het is. Toevallig ook iets kut. Blijkbaar, als je linkjes hebt van de muziek die je video hebt gebruikt en dan zegt wie, er is nog steeds copyright, maar dan doen ze daar niks tegen, maar ze kunnen het wel doen. Dus, stel muziek. Kut zo. Ik, dit is non-copyright, hè? Maar ik durf te wedden dat ik dadelijk weer copyright krijg van Disney. Zodat jullie weten, Disney zit er vooral om. Ik kan ook wel wat paar vertalingen toevoegen voor Engelanders. So welcome to my video. Dat sounds like some Russian. I don't know why. So speak English. 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 Nu even de camera aan mij gericht, terwijl ik aan het editen ben. Mijn naam is het, ik heb het gevonden jongens. Instagram.
Zo jongens, even dit heel precies doen. Elementen toevoegen. Video of kanaallijst. Video of afspeellijst. Ik kies altijd hetzelfde ene. Een ene waarvan YouTube bepaalt of het goed voor jullie is. Ik kan 4 elementen toevoegen. Abonneren kan ik toevoegen. Kijk of jullie weten wat ik het over heb. Als het toch wel serieus is, pak ik deze. Zo, die daarbij. Ik ga even jullie even mijn meisje laten zien. Oh! De video is eerst online dan deze video, hè? Zie je?